We leven in een sociale wereld, dus even iets ook nog. Ik zei San Francisco, nu Apeldoorn. Dus jullie in Enschede. Ik vind Enschede hartstikke hip, mooi gebouw ook. En echt doet me denken een stukje aan Berlijn, waar heel veel gebeurt. En drie kinderen die superactief zijn. Maar vandaag ben ik met name over het werk. En dit ben ik op LinkedIn. Waarbij ik ook heel veel bedrijven tegenkom waar we het hebben juist over digitale impact. En zeker in sales zeggen ze vaak van ja, het gaat om persoonlijk bezoek te hebben, persoonlijk bezoek. Maar het gaat ook om het virtueel gunnen en een virtueel image. Wie hier is trouwens in een B2B-situatie? Zodat ik een beetje kan kijken. Toch best wel veel. En B2C. Ik heb wat voorbeelden vanuit de B2C, want daar is waar Webpower ook met name groot is geworden. Maar we bewegen ons duidelijk ook naar de B2B. En wat je ziet is dat veel trends in B2C spelen. Omdat eerst eigenlijk bijvoorbeeld sociale netwerken begint bij consumenten. Dan pakt B2C het op en dan B2B. Maar als je slim bent in B2B ga je sneller daarmee om en heb je daarmee een voorsprong. Even kort over wat ik zie als een van de belangrijkste trenden. En dat is dan ook in B2B, maar ook zeker in consumer. Is dat vroeger had je als bedrijf was het veel meer controleerbaar. Want de klant had twee informatiebronnen of drie over het bedrijf voordat ze gingen aankopen. En meneer de verkoper had een hele grote invloed wat er gepresenteerd werd en verteld werd aan de klant. En daarbij marketing voor de branding. Wat je nu ziet is een overdaad aan informatie. Er is zoveel informatie in overvloed en dat verandert eigenlijk in wezen het hele koopproces. En daarmee ook de manier waarop verkoop en marketing samen moeten werken. En dat is een van de dingen die ik nog ook zie binnen bedrijven. Dat marketing misschien al een stukje digitaal gaat denken, maar dat verkoop blijft hangen. En zegt, weet je, en daardoor dus een hele disconnect komt in de message die je overbrengt naar klanten. En waarbij marketing ook heel erg aan het begin van die funnel die message doorbrengt. Of probeert door te geven, maar uiteindelijk moeten we met z'n allen op een andere manier die klanten zelf de boodschap vertellen. Is dat iets wat jullie herkennen ook? Dan eventjes. Wat dus ook echt wezenlijk verandert, is dat Customer 2.0, of noemen we het nou al, ik was gisteren bij de Marcom, 3.0, 4.0, heeft echt het gewoon al het lawaai uitgezet. Pushen kan niet meer. En dan zullen jullie zeggen, ja maar Laura, jij bent toch van e-mail marketing? Ben ik toch weer goed? Oh, ik had dubbel geluid, stereo. Je bent van e-mail marketing, maar Webpower gaat ook in ontwikkelingen mee. En e-mail marketing, echt oorspronkelijk inderdaad gezien als push, moet ook slim worden. Dus ik zal ook praten over smarter of slimmere e-mail marketing. Want het gaat om waarde leveren aan die consument of aan de klant. Als je kijkt naar een paar feiten op een rij, dan zie je eigenlijk dat een heel belangrijk deel, dat het digitale aankoopproces, of tenminste het hele proces wat doorlopen wordt, zonder dat een prospect of een klant contact zoekt met een bedrijf, met de verkoper, gebeurt 60% digitaal. Zonder dus in contact te hebben. Dat betekent dat een heel belangrijk deel van dat koopproces, en dat maakt niet uit of dat in consumer of in business to business is, ongrijpbaar is geworden. Tenzij je daar dus echt op gaat inspelen. En het wordt zelfs volgens, dit is een onderzoek van Serious Decision, 85%. En dan heb ik ook wel eens kritische mensen zeggen, ja, maar dit is Amerikaans onderzoek of van wat voor branche is het. Maar mijn belangrijkste vraag aan jullie is, weten jullie hoe dat bij jullie belangrijkste klantengroepen loopt? Wat is dat digitale profiel van je klanten? Wat is hun voorkeur? Waar oriënteren ze zich? En daar stem je dan ook je content op af. Dus wie heeft het duidelijk in beeld? Oké, dus dat, ja, één, heel goed. Twee, ja, dat is toch een paar, dus misschien moeten we er straks even meer over praten, zou ik graag willen horen. Maar ik denk dat het een hele belangrijke is als marketeers en als salesmensen, dat als je wil inspelen op wat er gaande is, dat het tijd is om dit proces weer goed helder te hebben. Het e-profile van de klant. Een andere belangrijke is dat 60% van het management, dat is mooi in het Amerikaans, het C-level of senior management, zegt alsjeblieft stuur geen verkoper langs, ik wil digitaal contact. En natuurlijk wel weer dat het relevant moet zijn. Want alleen maar brochures, niemand zit erop te wachten. En dan een ander cijfer, ook gaat te snel, is 75% is van alle eerste verzoeken, inquiries, gaan via het web. Dus het is nu meer tijd dan ooit om te zorgen dat je dat proces, het koopproces zo goed mogelijk kent van
je belangrijkste klantgroep of prospect en daarop gaat inspelen. Dus op zich social media, ik ben heilig, ik geloof helemaal in, maar op zich is social media op zich is gewoon een lege huls. Het gaat om wat wil je ermee en welke content breng je over. En ja, die klant die wil gewoon waarde. Die wil als je ook als verkoper langskomt, maar ook als je een e-mail stuurt, anders word je meteen in de delete box. Dus het gaat om persoonlijke content, van weet wie die klant is, waar die geïnteresseerd in is. En dat gaat veel verder dan demografisch, van als je mij kijkt, ik ben een vrouw, ik woon in een bepaalde buurt, zal wel van Marie Claire's houden, bijvoorbeeld van Marie Claire tijdschrift, terwijl ik een ontzettende hardloper ben en veel meer geïnteresseerd ben in hardloopschoenen, tentjes om te gaan backpacken, et cetera. Dus dan kan je op interesse kan je veel beter segmenteren. En daarnaast moet je natuurlijk wel het internet en sociaal doen. En een ander punt met de content is ook dat je moet gaan, niet alleen maar gaan kijken naar interesses. Hè. Je moet relevant zijn. Ik denk dat dat een heel belangrijk is. Je hebt relevante informatie, relevante content. Maar daarnaast rekening houden met fases van het koopproces, wat ook online gebeurt. Dus als jij je gaat oriënteren, wil je veel minder informatie hebben dan als jij al geïnteresseerd bent om te kopen. En als ik kijk naar de meeste websites, informatie, dan zijn we allemaal eigenlijk de neiging om, oh, ik heb contact, wauw, dit is wat wij kunnen, dit is onze demonstratie, dit zijn onze producten. En dat is echt 1.0. Je moet echt faceren, lichte content, korte video's, games, allemaal voor in het begin van de fase, eerste interesse. En zo ga je dat koopproces af. En dat moet je dus ook weer kijken van welke kanalen gebruik je daarvoor. Even dan naar Webpower. E-mail 1999 begonnen, Jacob Bouw. Ontzettend enthousiaste ondernemer. Dat was ook een van de redenen waarom ik zei van nou, ik ga erbij in Barneveld. Wie verwacht nou in Barneveld ook een softwarebedrijf? Inmiddels 150 man. Dus al mijn vrienden uit Amsterdam zeggen van, oh, dan zul je, ik zei ja, ik ben CMO van een heel interessant bedrijf. E-mail marketing, automatisering. Oh, dan zul je wel een eindje moeten rijden naar Amsterdam. Ik zeg, nou, het is een half uurtje om de deur. Wat je hier ziet, maar hoe hij is gestart is echt duidelijk vanuit websites bouwen en e-mail marketing vanuit de nieuwsbrief idee. En hier wat je ziet, is eigenlijk steeds iemand die online is, het zijn de rode, dan als ze blauw zijn, dan openen ze een e-mail en groen betekent een conversie. Over de hele wereld. Op een gegeven moment zei, oh, kan ik niet door? Ja. Zei Jacco, want hij zat in de volume business natuurlijk, hè? Hoe meer e-mails, hoe beter. Ook het hele businessmodel. Waar kan ik nog veel meer business halen? En dat was China. China en Azië, of Azië, daar is ongeveer verantwoordelijk voor tenminste 45% van iedereen die online is. Dat is in China, of tenminste in Azië. En dan kom je ongeveer op 21% voor Europa en 11% Amerika. Maar China is natuurlijk wel een hele stap. En als je zegt, ja, waarom was hij succesvol? Ik denk echt gewoon het doen. Koffers pakken in 2007, wel met een lokaal iemand, een stagiairtje die hij in Nederland had ontmoet. Zijn ze daar gewoon begonnen en doorzetten. En daarnaast ook wel echt samen met overheden gewerkt aan bijvoorbeeld, er was nog geen anti-spam web in China. En dat echt ook mede opgezet, waardoor hij dus heel veel goodwill heeft gekregen. En op een gegeven moment kwam hij dus bij een probleem, want de eerste klant was, of tenminste de eerste klant van Webpower was Game of, hoe heet dat nou ook weer, de World of Warcraft. Nou, zie je hoe fijn ik spelletjes weer doe, niet. Maar dat betekende een e-mailvolume van 14 miljoen per dag. En dat was dus weer inderdaad heel veel ook werken met Barneveld om dat voor elkaar te krijgen. En nu inmiddels doen we miljoenen, 30 miljoen, 35 miljoen e-mails per dag. Met hier de kantoren, Europa en China, dus minder Amerika, omdat daar natuurlijk ook al een stuk ontwikkelingen waren. Maar we hebben nu 4 kantoren in China en het plan is om er 14 te hebben aan het einde van dit jaar. Dus China heel belangrijk en ook in Europa gaan we verder. Ik ben natuurlijk ook heel blij met Barcelona, want mijn moeder komt uit Spanje, dus dan kan ik ook fijn naar Barcelona. Maar Stockholm, in ieder geval het idee om echt stevig door te groeien. Dit is bijvoorbeeld Taobao, een van de, wat we dus ook doen is heel veel e-commerce. Chinezen zijn heel erg ook van e-commerce, heel veel online, sociaal met elkaar sharen. Wie kent Taobao? Hetzelfde, ja. Ja, dus Taobao is eigenlijk een soort van Amazon en dergelijke, maar weten jullie ook hoe groot het is? Het is groter dan eBay en Amazon bij elkaar. Het zijn dus echt zulke volumes.
Dat je eigenlijk, ik denk, ja, dat is echt gigantisch. Maar dat is ook waarom China dus ook zo'n ontzettende goede markt voor ons geweest. En omdat we met die lokale partij. Dus een ander deel van het succes is dat we ook, in tegenstelling tot sommige van de grote Unilevers, waar ze echt altijd Nederlanders overal naartoe stuurden, echt altijd met locals hebben gewerkt. Dus, en nog steeds. Dus in Stockholm zit Jacob. En in Spanje hebben we ook een Spanjaard. Dus echt overal lokale mensen, lokale marketing. En dat zou ik wel moeten als we het hebben over persoonlijke marketing. Even voordat ik nog een paar van de dingen die we gedaan hebben vanuit het ondernemen, waarvan ik denk van dat is waar we nu bij het succes staan, hè, van de miljoenen van e-mails en de verdere groei, is de uitdagingen die we zagen, was met name de communicatie. Ik vond het al een hele uitdaging vanuit Californië naar Nederland te bellen, want dan is het echt, je kan maar 3 uur bellen. Hetzelfde geldt met China. Je hebt maar een paar uren dat je echt effectief met elkaar kunt spreken. Cultuurverschillen, ook een belangrijke. Maar aan de andere kant, als je dus goed luistert naar wat er speelt in het land, en dus ook rekening houdt met China, hoe daar de verhoudingen zijn. En je moest ook wel lokaal gaan zitten in China, dat heb ik nog niet verteld. Want als je dus servers, alles wordt gecontroleerd, alle inhoud, hè, alle dingen, dan gaat er een hele grote vertraging over. Dus je moet ook echt servers hebben in China zelf. En cultuurverschillen was ook inderdaad waar Webpower echt een grote fout heeft gemaakt, of grote fout, waar het mis is gegaan was Polen, waar we inderdaad ook echt heel actief wilden zijn, maar waar we onvoldoende hebben gekeken naar de internet service providers, hoe de macht daar zat, en die hebben eigenlijk de hele boel geblokkeerd. Dus wat we in China goed hebben gedaan, waar we echt de goodwill hadden, dus je moet ook los van inderdaad gewoon doen, hè, van hele gezonde energie en gaan ervoor, is het heel belangrijk dat je dus wel ook kijk naar hoe die machtsverhoudingen liggen. En dan als laatste, focus. We deden websites, doen we nog steeds een beetje, een stukje ook China online adviseren, et cetera. Maar dus, als je echt wil groeien, moet je toch heel duidelijk een koers uitzetten. En deze koers hebben we nu uitgezet, waarvan we zeggen, van, ja, e-mail marketing is één ding, maar het gaat om, hè, pushen bestaat niet meer naar mijn idee. Je moet slimme e-mail doen, je moet weten waar iemand geïnteresseerd is en steeds je kennis verrijken, dus eigenlijk het hele customer profiling en op basis daarvan e-mails slimmer maken. En als je nog verder gaat, kom je echt ook in dat je leads kunt gaan scoren en nurturen. Heeft iemand van lead nurturing gehoord? Daar kom ik zo op terug, maar dat is eigenlijk het tussenstuk van het koesteren van je prospect. Wat er gebeurt is dat je door het online ook veel sneller, vaker ergens informatie van plukt. Van, u wilt misschien een boot kopen. Zit eventjes te kijken, download een mooie brochure, maar je bent nog helemaal niet klaar om die te kopen. Dus dan zeg je, ja, wat moet ik, weet je, dan word je wel direct, als je gevaar is, dat je een naam betekent, verkoop gaat bellen of een telemarketeer. En wat gebeurt er? Je bent geërgerd, want je wilt nog helemaal geen boot, dus dat is dat pushen weer. Terwijl je wel kan zeggen, van, nou, misschien niet nu, maar over een jaar of over 2 jaar wel. En dat is het mooie van digitale, dat je op een relatief goedkope manier heel makkelijk die engagement kunt aanhouden. En hetzelfde in een B2B-situatie. 90% van de leads, dat is ook weer zo'n cijfer, wordt nooit geclosed. Wordt nooit een deal. En dat heeft te maken misschien met inderdaad van de verkeerde leads, dat we dat niet hebben. Maar ook heel vaak dat of sales de lead zegt, ja, niet interessant, want ze hebben nog geen budget. Of ze worden gewoon genegeerd. Dan even, wat hebben we goed gedaan? Of wat heeft Jacco en zijn team, maar nu ook ik, wat hebben we goed gedaan? Ik heb even gewoon een paar voorbeelden gepakt, ook natuurlijk uit Silicon Valley, maar het heel wat we sterk hebben gedaan, wat Apple ook heeft gedaan, is heel duidelijk 1 merk neergezet, 1 beeld. Ondanks alle cultuurverschillen hebben we heel erg onze kantoorkleuren en alles in paars en oranje. Daar kan je over twisten of je het mooi vindt, maar het is heel herkenbaar. Ook elk nieuw kantoor in China ziet er hetzelfde uit. En dat is ook wel heel belangrijk als je met zoveel diverse mensen met elkaar werkt. Dus 1 brand. Alleen de naamsbekendheid van Webpower, daar moeten we nog aan bouwen. Hè? Want ik begreep niet dat iedereen Webpower kent. Dus daar zijn we dus ook nu heel hard mee bezig. Het andere is Zappos. Nou, Zappos is inmiddels in Nederland denk ik erg bekend. Hè? Deze laarzen komen van Zappos. Dat was toen laatst dat ik naar Zappos luisterde, was heel blij mee. Ik was een van de enigen. Maar Zappos staat echt vooraan met klanttevredenheid. En ik denk dat wij dat ook doen. Waarbij we natuurlijk wel nu, daar heb je die focus weer voor nodig. Want klanttevredenheid is prima, maar als je alles goed wil voordoen voor klant, gaat het ook de verkeerde kant op. En de volgende bedrijf, Google, gewoon doen. En dat zie je bij grotere ondernemingen, wordt het doen wordt steeds minder. We overanalyseren, terwijl de wereld zo snel aan het veranderen is, dat je gewoon te laat bent, in de digitale klanten ook.
Dus je moet veel meer experimenteren en dingen doen. En dat is ook wat wij hier bij Webpower doen. En het laatste, Amazon als een voorbeeld van het kennen van je klant. En dat is ook wat wij doen met slimme e-mailmarketing. Is het opbouwen van profielen. We pakken oude gegevens. We bouwen daarbij intelligentie op. Oh, ik dacht dat ik het geluid mag uit hoor. Zo, dat geluid. Dit was meer een achtergrond. Ik dacht dat ik hem had uitgezet op mijn ding. Maar wat je ziet inderdaad in die hele geweld op social en dergelijke en oude modellen, de bricks en dingen, dat je kwijtraken van hoe die klant digitaal zich beweegt. En dat eigenlijk, ik denk, een van de onderscheidende factoren van het bedrijf wordt kennen van je klant op een manier die dus veel verder gaat. Hè, demografisch, wat ik al zei, 2 is interesses en het 3 is gewoon impliciet gedrag. Wat doe je? En daar kun je veel meer mee. Want als je dan even teruggaat naar het voorbeeld van e-mail. Hè? Als je een e-mail krijgt met gewoon een onderwerp heel algemeen, dan is de kans dat je hem wegklikt. Maar als het iets is wat je interesseert, hè? Je houdt van golfen of je bent geïnteresseerd in financiën voor de financiële manager, is het 30% meer kans, wordt meer geopend, de e-mail. En 50% meer doorklikken. Dus customized messages, en er zijn ook andere voorbeelden van gepersonaliseerde messages, dat 20% van de omzet vergroot. En je kunt je voorstellen dat je net als klant of als consument prettig vindt om aangesproken te worden wat jou interesseert. Maar ook in een B2B situatie waar je gewoon klassiek een marketingmanager hebt, een productmanager en een directeur. Als je een directeur gaat vertellen hoe goed het product is met alle producteigenschappen, is die meteen weg. Als je hem kan vertellen van 10% besparing door dit en dat, heb je eerder een gesprek. Dus dat is een hele belangrijke en het scoren. Wie kwalificeert hier leads of doet aan lead scoring? Nou, toch nog best, dat is al wat, ik was laatst ergens, daar deed niemand het. Maar het kwalificeren van leads helpt je met kennis opbouwen, maar ook op het juiste moment bij de juiste klant om de tafel te zitten. Want dat is meer dan ooit belangrijk door het digitale en kansen op te pakken. Als je teruggaat dan inderdaad naar kennen van de klant, 1 dus dat digitale, maar ook wat betekent het, dan is het ken je buyer persona, dat is wat wij geleerd hebben binnen Webpower. Ik zei al, we kwamen echt meer ook vanuit de techniek, dus waar we ons vooral eerst op focusten was op ICT. En dat is ook wat ik merk als ik zie naar onze stukken, onze whitepapers zijn toch heel erg nog technisch gericht, waarbij we met onze DM Delivery Tool, en dat is de tool waardoor al de nieuwsbrieven maar dan wel op een slimme manier verstuurd worden en met alles wat je kunt zien aan statistieken en personaliseren, voor de marketeer bedoeld was. Maar als we gaan verder bewegen naar e-mail marketing, hè, want dat is meer dat smart e-mail, en naar marketing automation, betekent dat we ook hele andere doelgroepen moeten gaan aanspreken binnen hetzelfde bedrijf. We moeten nu ook gaan praten met de marketing manager en de CMO. Oh. Dus dat betekent aanpassen van de boodschappen. Een model wat ik zelf heel handig vind, voordat ik bij Webpower was, is gewoon puur, pak de pijplijn, pak de sales funnel. En dat geldt in de consumer als in B2B. En ga kijken naar, hoe kom ik aan mijn klanten? En hier heb ik het eerst eventjes aangegeven alsof ik vergelijk, ik zei al, nurturen. Nurturen wordt steeds belangrijker. Dan kun je vergelijken met daten. Als je gaat daten, ga je niet de eerste keer dat je iemand ontmoet, ga je vragen van, mag ik je kussen? En dat is eigenlijk hetzelfde als je van, wilt u kopen? Het gaat erom dat je gaat uitvinden wat iemand interessant vindt, wat ze leuk vindt, wat ze doet. En dan neem je tijd voor. Dat is de engagement fase. Dus je hebt eerst, ik vind je aardig, engagement. Dit plaatje komt bij bepaalde landen niet. In Amerika kan dat niet, hè? Activate. Dat betekent, we komen tot actie. En ook heel belangrijk, en zeker in de digitale wereld, is het leverage stuk. Niet alleen omdat je champions wil bereiken, hè, maar ook omdat je met bestaande klanten, je kunt je zo goed digitaal bereiken. En ik denk dat we daar ook heel veel missen. Ik koop best wel veel dingen en ik heb niet echt een warm gevoel met alle dingen of diensten die ik koop, omdat we daar niet echt smart engagement mee doen. Gaan we even terug naar het businessmodel. Dan pak ik deze even erbij. Dan zie je het hier dus terug, de bovenste kant van de funnel is waar we heel veel activiteiten in stoppen. Dat is dat engagement. Dan kom je bij engagement. En zo kun je ook de hele return on investment doen.
Als je in B2B zit, dan zou ik aanraden, ga met marketing en sales bij elkaar zitten. Begin aan die onderkant van die funnel, zeg wat is de doelstelling en reken het dan terug. En dan krijg je meteen een hele andere discussie van waarom zijn we hier en wat doen we met elkaar. Ik moet nu gaan opschieten. Een belangrijk stuk dus is ook, en dat is dat customer ID. En dat is dan inderdaad eigenlijk, als je zegt van die customer profile, is één stuk gewoon puur wat we altijd al hadden. Het hele online gedrag, maar ook het impliciete en hoeveel je klikt en of jij op een paarden klikt of niet. En het stukje social erbij. Goed, ik denk, ik heb nog 3 minuten. Wie is nog geïnteresseerd in een paar e-mailtips of zeg van ja, misschien wat vragen stellen? Want dit is meer, dit kan ik ook later laten zien. E-mailtips? Oké. Dus, en ook, ik hoor nu natuurlijk ook veel van e-mails zijn passé. E-mails hebben nog steeds de meest hoogste conversieratio. Het is niet echt heel hoog, 4,5%, maar vergeleken bij social, vergeleken bij search, nog steeds het hoogste. En e-mail zal altijd blijven bestaan. Waarom? Ik kan geen Facebook-account openen zonder een e-mail-ID. Dus wij zien het ook echt als een stukje van waar je terechtkomt, waar je al informatie hebt. Maar goed, dus even de tips. 1. Verzamel e-mailadressen, maar vraag wel om opt-in. Dus niet inderdaad zomaar, dan krijg je de hele spam en alles bij elkaar. Maar je moet het echt op een leuke manier vragen. Dan moet ik even hier doorklikken, want ik moet wat opschieten. Manage ook de verwachtingen. Geef aan wat er met die e-mails gebeuren. Mensen zijn toch ook nog best wel gewoon van, hè, bang wat gaat er met die informatie gebeuren. Geef aan dat er ook waarde aan zit. Dat je er bijvoorbeeld loyaliteitspunten mee zou kunnen winnen. Je kunt een heleboel dingen doen waarom jij e-mails van iemand wil hebben. En om te informeren op basis van welke content. Dit is benauwd. Dan de eerste 30 dagen dat iemand heeft opgetekend is ook de honeymoon. Dat betekent dat je veel kunt vragen. En over het verzamelen van e-mails is op zich ook al een hele techniek. Maar het belangrijkste is, vraag niet direct zo'n lijst. Dus wat je ziet is dat mensen, de bedrijven die het goed doen, vragen eerst 2 van die velden, alleen naam of e-mailadres of zelfs e-mailadres. En zo bouwen ze de content op die je kunt krijgen. En vragen ze meer informatie en bouw je het profiel. Maar in de eerste 30 dagen kun je dus veel doen. Dat is die eerste indruk waar ik het ook over had. Dan wees relevant. En dat kan je dus alleen maar zijn als je weet naar wie die e-mail gaat. Je kan niet naar 100 mensen, 100.000 mensen eenzelfde e-mail sturen. Dan is het inderdaad echt het push. En daar moet je dus ook weten wat mensen willen. En een van de dingen die heel eenvoudig ook te doen zijn, is gewoon puur het AB testen. En dan kun je ook hele slimme dingen, algoritmes, et cetera. Wie testen wel eens, wie stuurt er meer dan 1000 e-mails of een nieuwsbrief uit naar klanten? Oké. En testen jullie dan ook verschillende subjects? Iedereen? 1. Ja, want dat is echt ook een hele goede manier om te kijken waar, hè, je wil uiteindelijk de hoogste conversies, kijken wat er is en hoe het werkt. Zorg dat je e-mail geschikt is voor mobiel. Ik weet niet, laatst was ik bij Vodafone, probeerde ik een of andere PUC-code of iets en dan gaat de hele kant op. Mobiel natuurlijk, er worden meer iPhones verkocht dan baby's geboren. En Android gaat ook steeds meer omhoog, dus zorg dat het mobiel werkt. Dan ontwerp je e-mail voor weer persona. Kennen jullie het Sex and the City model? Het Sex and the City model, je ziet ze overal in elke tv-serie, heb je altijd een competitief iemand. Dan heb je de spontane, ik ken niet eens de namen meer, het humanistische en het methodische. Dat wil zeggen dat je op verschillende manieren content tot je neemt. De ene persoon is echt op zoek, die wil alleen maar zakelijk aangesproken worden. De ander liever op emotionele. De andere wil graag een soort van goed gevoel, ik doe het goed. Dus zorg dat je content ook daarop gebaseerd is. Volgens mij moet ik bijna stoppen. Ontwerp je e-mail voor die personen. Dus hier zie je hoe dat dus terugkomt in die modellen. De eerste, I want to find it quickly. I want to do something, is gewoon spontaan. I want to connect and I want to know everything. En hetzelfde voor het ontwerpen naar buyer personen gaat het om in welke fase van het koopproces stuur ik deze e-mail. Voor welke reden? Of is de bestaande klant, loyaliteit, et cetera. En standaard e-mails, ik weet niet of jullie van Zalando, ik word er helemaal gek van. Elke keer hetzelfde, beste mevrouw, bla bla bla, delete. Terwijl als dit iets leuks zou staan, een verhaaltje, misschien ben ik wel het spontane type dan. Maar ontwerp je e-mail ook, dus dat had ik al gezegd, dat was 6, gaat hier nog een stukje door. Ik kan deze slides kan ik ook met jullie delen. En we hebben ook een hele white paper erover. Als jullie me eventjes mailen of via Twitter.
Testen, 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 daar had ik het al over. Testen is heel belangrijk. Zeker als je heel veel doet. Zorg dat je inderdaad ook je lijst, dat je niet mensen blijft e-mailen omdat je maar zo je cijfers wil halen, je nummers. En wat je hier ziet, is, ja, de ambassadeurs, dat zijn de mensen die heel actief ermee omgaan. Van je volgers wil je eigenlijk ambassadeurs maken. Daarom moet je die kennis ook opbouwen en personaliseren. En de zombies, ja, ik zou ze liever gewoon weg willen hebben. Maar het is ook, je moet gewoon mensen ook makkelijk maken om geen informatie meer te ontvangen. Ja, nog 1 minuut of mag ik stoppen? Uitschrijven, geen afscheid. En werk met een professionele partner. Zo'n e-mail waar iedereen alle e-mailadressen krijgt, is natuurlijk fout. Maar goed, ik ben klaar. Je mag mij... Applausje voor Laura. Nou, ik denk dat veel mensen toch wel uit die laatste 3 plus een paar bonusminuten veel opgestoken hebben. Waar ik zelf van naar benieuwd ben, is, jullie werken veel internationaal. Zie je ook culturele verschillen in het e-mailgebruik? Ja. En welke? Nou, met name als je kijkt in China is het heel veel, inderdaad echt het e-commerce, maar ook inderdaad heel veel gebeurt er. En dat komt ook doordat je eigenlijk, als je kijkt, visueel wordt ook steeds belangrijker, heb ik in ieder geval gehad. Maar de Chinese taal zijn met symbolen. Dus je kan ook veel meer kwijt op een nieuwsbrief. Omdat symbolen zijn eigenlijk een beetje een mix tussen visueel en tekst. En dat zie je, en dat mensen ook veel meer met elkaar online gaan shoppen. En dat online eigenlijk heel erg toeneemt. En wat minder, wij in Europa zijn heel erg gevoelig van, oh, wat doe je? En ik vind het zelf altijd wel grappig, omdat ik word veel chagrijniger van al die zooi op mijn deurmat. In mijn deur of gewoon door de brievenbus. Dan een e-mail die ik gewoon simpelweg kan deleten. Maar dat zie je heel sterk in Europa, het grootste verschil met China ook. En die privacy discussie speelt niet in China? Volgens mij ze spreken het vanuit censuur wel, maar ze zijn wel makkelijker in het ontvangen van e-mails. Ja. Dank je. Vraag uit de zaal. Wat is voor jullie een van de succesvolste manieren om jullie klant te leren kennen? Wat wij dus doen is inderdaad echt het nurturen van leads. Dus eigenlijk proberen we, want we doen niet altijd, practice what you preach. Door zelf, door middel van een contentstrategie, steeds meer informatie te krijgen. Waar is iemand geïnteresseerd in? Waar klikt hij op in de nieuwsbrief? Welke whitepapers downloaden ze? Dus op die manier. Maar ook gewoon plat is het gewoon echt door mensen gewoon customer panels te houden. Want we gaan nu ook in echt een fase in waarbij we nog verder gaan ontwikkelen. En wat ik al zei, dat we een beetje wat technische omgeving, user interface, dan gaan we ook nu gewoon echt mensen uitnodigen. Kijk, en ik denk, vaak hebben we het over van, je moet heel veel aantallen mensen hebben, maar door echt al 10 klanten binnen te hebben en daarmee te praten, maak je echt al hele grote sprongen vooruit en meer vriendelijk. Vraag beantwoord. Andere vraag, ik zie daar Bart. Ik heb eigenlijk 1 heel kort vraagje. Je gebruikte die slide en zei je, dit plaatje kan ik in Amerika niet gebruiken. Maar welk plaatje gebruik je dan? Ik heb voorgesteld een leuk hartje en gewoon een omarming. Alles wat bloot is. Er was ook een boek, een Nederlands boek volgens mij, met een oud schilderij met een vrouw met een borst. Maar gewoon van een schilderij. Dat kon in Amerika, werd het meteen omhoog. Dus alles wat dat impliceert. Nog een vraag. In jouw customer profiling, hè, want je zegt van je target heel erg, hè, je e-mails op de interesses. Welke bronnen gebruik je daar allemaal mee? Want ik heb met KPN wel eens een discussie gehad, die waren eigenlijk redelijk single channel dat aan het inventariseren. Waardoor ze een heleboel data betreffende die personalisering eigenlijk verloren. Hoe doen jullie dat? Nou, het is dus verschillend. Wat we standaard doen is wel dat als je e-mails dus gaat versturen, dat je dus punten kan krijgen op basis van, stel dat je een VPRO gebruikt, bijvoorbeeld nieuwsbrieven, op basis van welke films jij klikt, wordt jouw profiel gewoon automatisch aangevuld. Dus met punten, dus dat kun je van tevoren doen. Maar wat je nog meer kan doen is natuurlijk ook gewoon oude database koppelen met deze, waardoor je het nog gaat verrijken. Waar we ook aan het kijken is, want er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die met social bezig zijn. Je kunt het dus zo ver uitbreiden als je wil, maar ik denk altijd, denk groot, maar begin klein.
En dat geeft al zoveel extra informatie en over het nadenken van segmentatie in je eigen database, dat je een heel eind komt. Nog ruimte voor één vraag. En een opmerking. Dat zoenen bij die eerste afspraak, dat doen we in Twente wel. Dat heet brommerskieken bij ons. De vraag... Ik dacht alleen het zuiden met carnaval, maar... We hebben in de eerste presentatie gehoord dat mobiel in China ontzettend in opkomst is. Dat het al bijna meer wordt gebruikt dan gewoon internet. Hoe verhoudt zich dat met e-mailmarketing? Het lijkt me veel moeilijker om op een mobiele telefoon iets te doen met e-mailmarketing. Nou, wat we ook doen en wat een nieuwe release is, dat we push notification, of tenminste push messages, en die gaan dus ook via sms, maar ook met apps. Dus we gaan ook met apps samenwerken, waardoor je dus wel weer een deel kan integreren. Maar uiteindelijk komt het dus wel weer terug in die e-mail database. Maar mobiel is absoluut heel erg sterk aan het groeien, maar het is ook steeds... Wat voor content lees je op je mobiel? Je kunt dus ook zeggen, als je een app hebt waarbij je dus location-based, waarbij je de locatie weet, kun je dus ook in die zin heel slim gaan targeten over pizza's. Want als jij pizza op kantoor bestelt, of je bent aan het zoeken bent naar pizza op kantoor, en als je dat soort informatie weet, kun je heel andere dingen doen. Dus, maar ik zie wel toch wel e-mail als de basis voorlopig. Ik zie dat niet veranderen. Dankjewel. Ik zou zeggen, heb je nog vragen straks aan Laura? Klampen aan in de pauze. Tijd genoeg daarvoor. Hartelijk bedankt, Laura, voor dit verhaal. En nogmaals een applaus, alsjeblieft. Dank je wel.